denk dat de gemiddelde Nederlander zich niet realiseert wat er boven het hoofd kan hangen aan rampen of grote ongevallen. Kijk, en je kan je niet voorbereiden op een ramp. Want die is altijd anders dan je zou verwachten. We hebben hier op dit moment een opnamecapaciteit van 200 bedden. Daarnaast kunnen we ook 50 medium care patiënten opvangen. 12 intensive care patiënten kunnen we opvangen. We hebben hier 8000 vierkante meter met heel veel spullen. Die moeten ook allemaal functioneren op het moment dat we open gaan. Op het ogenblik dat dan de Raad van Bestuur besluit het mag open, is het binnen een kwartier tot een half uur helemaal operationeel. Het is veranderd in de loop van de tijd, waarbij je nu moet denken aan ongevallen in Nederland met grotere groepen slachtoffers. We hebben nog een incident gehad in de Gijnsehof, hier in de buurt, waarbij 49 slachtoffers zijn afgevoerd van het verzorgingstehuis hier naar het calamiteitshospitaal. Dat is dan de civiele toepassing. We hebben natuurlijk ook nog een militaire toepassing en die is de laatste tijd natuurlijk nadrukkelijk aan de orde met onze missies in het buitenland. De laatste keer was er ook altijd mensen aanwezig, verpleegkundigen, die zelf ook in een uitzendgebied zijn geweest. En dat helpt best wel bij de slachtoffers. Als die we hier ter beschikking hebben. Elke keer van elke oefening en elke openstelling leren we weer. We maken er ook uitgebreide verslagen van. Het blijkt dus dat we een uitermate flexibele organisatie hebben. En een absoluut unieke samenwerking tussen het militaire gedeelte en het civiele gedeelte. En een fantastische samenwerking die op de vloer ten goede komt aan elke patiënt die hier binnenkomt. Het gaat juist op de grote klappers, zal ik maar zeggen. En dat zijn de momenten dat het moet kloppen. Dus daarvoor is het calamiteit hospitaal essentieel. Hier hebben wij de insteek, wij zijn er in feite altijd klaar voor.